Ze begon haar zangcarrière nadat ze meedeed aan het programma Just the Two of Us. De afgelopen tijd mocht ze collega-zangers en zangeressen verblijden met een nominatie voor de Buma NL Awards. Ze presenteert programma's zowel bij de Tros als bij Sterren.nl. Nou, je weet natuurlijk al lang over wie ik het heb. Welkom, je kijkt naar Toffe Gasten. Ja, en wij hebben vandaag Monique Smit, de gast hier bij Toffe Gasten. Monique, welkom. Dankjewel, Kees. Hoe is het met je, lieverd? Nou, erg goed. Hey, je ziet er goed uit. Haar geverfd, hè? Dankjewel. Ja, ik dacht, ik wil weer eens wat anders. En ik ben van mezelf inmiddels al lang niet meer blond. Nee. Dus ik wilde ook een keer op mijn broer en mijn zus lijken. Maar volgens mij komt dit een beetje dicht in de buurt van je eigen haarkleur, toch? Ja, inderdaad. Het wordt nou een beetje grauwig, dus ik moet nou weer even naar de kapper. En Jenny en ik hebben gewisseld. Jenny is nou blond en nou ben ik bruin. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, 29 september, dan is het zover de dag van de Buma NL Awards. Jij gaat dat onder andere presenteren samen met je collega Tim Douwsma. Dat klopt. Heb je er een beetje zin aan? Ja, en ik ben ook best wel zenuwachtig. Hoezo? Nou, ik vind dat toch wel iets groots. Ik bedoel, nou hebben we het vorig jaar natuurlijk ook al zoiets gedaan. Maar het is toch, ja, dat is de tweede keer en het blijft spannend. In plaats van dat je in de studio zit en je mag het even opnieuw doen. Dat gaat niet dan. Nee. Is het totaal anders? Want je bent nu al een aantal jaren bezig ook met de Kids Top 20 natuurlijk. Ja. Is het heel anders, dit presenteren, dan de Kids Top 20? Ja, bij de kinderen dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je zegt. En dan moet je heel enthousiast zijn en een beetje snel praten. Want de kinderen moeten wel het leuk vinden. En als het saai wordt, blijven. Ja, precies. Als jij een beetje zo gaat praten, hebben kinderen al zoiets van... Huh? Dus, en hier moet ik juist serieus praten en doen. En ja, dat is wel even... Is dat ook een ambitie van je? Zou je daarin verder willen, in dat iets grotere en ook meer voor volwassenen presenteren? Ja, maar nog niet. Nee? Nee. Ik leer zo ontzettend veel van die kinderen. En ik ben zelf nog maar 22 jaar. En ik wil nog graag, nog even een paar jaar, ook veel met kinderen doen. En dan over een paar jaar hoop ik toch wel... wat anders te gaan doen. We weten nog dat je meedeed met Just the Two of Us. Je zong daar met Sander de Bouzier. En toen toen begon jouw carrière daar. Nu ben je 22, je presenteert, je zingt. Je bent een graag geziende gast in allerlei verschillende tijdschriften. Heb jij dit altijd al gewild? Of ben je toch aangestookt door je broer of zoiets? Ik ben wel aangestoken, ja. 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 Nou, ik denk gewoon dat dat bij ons in de familie niet echt een ding was om bekend te gaan worden. Helemaal niet. Ik ging wel, ik deed altijd mee aan playback shows, maar dan met meidengroepjes. Wij wilden de nieuwe Spice Girls worden. Maar we wonnen ook meestal, bijna altijd. Overal waar we aan mee gingen doen, wonnen we dat. Dus dat vond ik wel leuk. En ik vond in musical vond ik altijd heel erg leuk. En dat is nog steeds wel een... kleine droom van me om ooit een musical te doen. Maar wat zou je willen doen? Wat zou je willen spelen? Ja, weet ik niet. Hè. Ik hoop dan wel weer eerst weer wat voor de jongere doelgroep. En dan... Maar ik weet het niet. Ik weet echt niet wat. Maar het blijkt me gewoon leuk om en te zingen en te acteren en te dansen. En dat allemaal tegelijk. Ik heb nog nooit geacteerd. Dus dan zal ik even bij jou op les moeten of bij iemand anders. Of zo, dat zou natuurlijk altijd dus kunnen. Dat moet natuurlijk wel. Maar ik vind het wel iets leuks, denk ik. Leuk hoor. We gaan eventjes terug naar de periode waarin het voor jou allemaal begon. Volgens mij was dit ook je eerste officiële single waar we naar gaan kijken. Dat was? Wild. Wild. Zing je die nog wel eens? Ja. Ja, die zing ik nog steeds. Maar als ik nu voor kinderen opsteed... Kijk, het is nu toch al ruim 4 jaar geleden dat ik dat nummer heb opgenomen. Of dat het is uitgebracht. En die kinderen van 5 en 6, ja, die kennen dat liedje niet. Nee. Dus dan zing ik toch wel meer de liedjes die ik de laatste tijd heb uitgebracht. Maar als ik dan weer in een feesttent sta, dan roepen ze allemaal wild, wild, wild. Ja, maar verandert jouw stem ook in de loop der jaren? Of? Ja, tuurlijk wel, Kees. Ja, maar ik bedoel qua hoogte en lach. Dat. Nou ja, in het begin, ik had nog nooit gezongen. Ik kon niet eens goed zingen. En ik heb dat ook allemaal moeten leren. En ik zit nog steeds, heb ik logopedie nu weer de laatste tijd. Om goed te ademen en op mijn stem te letten. Dat moet je gewoon af en toe nog Ik moet je wel heel eerlijk bekennen, als ik dan die eerste videoclips van jou voorbij zie komen, dan verschijnt er toch altijd weer zo'n glimlach op mijn gezicht. Die gezellige, iets wat te mollige Monique Smit. Ja, maar dat ben ik zo blij dat nou lekker geweest dat is. Leuk, dat is leuk. Kijk mee, hier is Wil. Ja.
Dat was toch zo'n jaartje of 4 geleden. Nu zijn we druk bezig met het luisteren van nieuwe liedjes voor een nieuw album, toch? Ja. Vertel, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ik hoop dat er misschien een liedje op komt te staan die ik zelf heb geschreven. Oké. Ben je daarmee begonnen ook? Ik ben daar wel mee bezig, maar ik vind het heel moeilijk om mijn gevoel daarin te leggen. En ik ben bang dat het te persoonlijk wordt. Of dat mensen dan gaan denken van, oh, dus zit dat zo bij jou? Ja, ja. Terwijl het soms gewoon fantasie is natuurlijk. En ik ben er nog heel erg onzeker over, dus ik weet nog niet of het me nu gaat lukken. Maar waar hebben we het dan over? Hebben we het over tekst schrijven of over muziek? Ja, het maken van muziek, ik speel geen instrument. Ik heb 1,5 jaar gitaarles gehad en toen moest ik nog steeds in mijn boekje kijken waar ik mijn vingers aan neer moest zetten. Dat heb ik gewoon niet. En dan ga ik maar over naar tekst schrijven. Maar dat vind je dus eng? Ja. Om jezelf bloot te geven. Ja, dat is het. Ja. Nou, misschien is voor een klein publiek, zoals je alles doet. Daarom. En wat gaat het worden voor een album? Het wordt wederom, zoals de meeste mensen wel van mij gewend zijn, een vrolijk album met gezellige nummers. En ik moet nu natuurlijk ook, doordat die kinderen, dat is opeens zo'n groot iets. En ik treed van de 10 optredens, denk ik 8 voor kinderen op. Ja. Dus daar moeten we nu ook meer rekening mee houden om ook wat op de teksten te gaan letten. Ja, want inderdaad, je zegt dat nu, want veel van jouw liedjes die hebben toch wel een soort van scherpe randje. Ja. En je zingt voornamelijk voor kinderen, dat rooit niet echt samen. Het woord vrije komt vrijwel in elk nummer voor. Ja. En nu bij mijn laatste single zing ik ook we vrijen om de sterren. En daar heb ik van gemaakt, we kijken naar de sterren tijdens het optreden. Dus dat die ouders dan niet weer zoiets hebben, komt hij weer. Dan heb je die Monique weer, met de zenuwachtige onderkant. En met Tim, zingen we iets over laten we samen een hete nacht beleven. En dan zing ik laten we samen en nu met z'n allen. Dan hoef ik het ook niet te zingen, dus daar gaan we wel op letten, ja. Oké. Je nieuwste single heet Een Lange Nacht. En die is met name ook geschreven door Jan Dulles, toch? Ja, Jan Dulles. Hoe is die samenwerking zo gekomen? Van de 3J's uiteraard? Nou ja, wij zijn gewoon... ik werk met Edwin de Groot. Uh-huh. En, dat is mijn producer. Juist. En die heeft gewoon aan een aantal mensen gevraagd... als jullie ideeën hebben of iets anders, laat maar komen. En het nummer was er al, de melodie. En daar heeft Jan een tekst op geschreven. En daar ben ik heel blij mee. En heb je hem zelf benaderd of heeft hij die hulp aangeboden? Ja, ik heb hem niet zelf benaderd. Dus ik vind het superleuk dat hij dat heeft gedaan. En ik vind ook wel dat je hem toch wel een beetje kan horen. Er zit een stukje in van klik, klak, doen mijn hakken op de trap. Echt een beetje dat 3J's gevoeletje erin. Ben je fan van de 3J's? Ja, ik hou van de 3J's. Ja? Tuurlijk wel. Dus je was wel vereerd dat die kwam van heel de erg, ja. Maar, laten we gaan kijken naar Monique's nieuwste single en nieuwste videoclip en Lange Nacht. Dit wordt een lange nacht en we nemen alle tijd. We vrijen om de sterren tot de zon verschijnt. Een mooie start van een eindeloze reis. En spannende verhaal van jou en mij. Langzaam tikt de klok de avond aan. Thank you.
Dat was Monique's nieuwste single, een lange nacht moet ik zeggen. Mm-hmm. Monique, we hebben hier een sterren.nl brievenbus. Die zit gevuld met allerlei, ja, hoe moet ik het zeggen, toch wel ja, iets wat pittige vragen. Ik wil vragen of jij er eentje uit wilt halen en dan vervolgens aan mij gaat geven. Huh? En natuurlijk eerlijk antwoorden. Oh, ik dacht, sorry. Wat is je grootste verkeersovertreding? Heb je überhaupt een verkeersovertreding? Wat is de grootste? Nou, ik zit heel veel op de weg. En ik weet nog wel... ik was net met Jeffrey. En dan je vriend? Ja, met mijn vriend. En dan... Hoe is het met Jeffrey? Goed, oké. Okay. Ja, okay. En dan wil je mooi graag gewoon normaal, weet je wel. En toen waren we, geloof ik, bij zijn ouders geweest. En toen gingen we naar het concert van Nick en Simon in Ahoy. En zat toen... ik niet bij jullie in de auto? Oh, was dat er ook een... Nee, dat was dan weer een andere keer. Okay. Ja, dat toen ook, ja. Ja, inderdaad. Dat was weer een jaar daarna. Ga door. Maar goed, in ieder geval, toen gingen we ook naar de Nick Simon in Ahoy. En toen werd ik aangehouden. En toen zei die politieagent dat ik meer dan 50 kilometer per uur... Te hard reed. Te hard heb gereden. En de boete? Gereden. En de boete, die was iets over de 600 euro. Jeetje. En mijn rijbewijs moest worden afgepakt. En toen? En toen... Maar die man, en ik wist zeker dat hij geen bewijs had. Want hij heeft niet langer dan... Ja, ze moeten 16 seconden minimaal achter je rijden. Willen ze jou precies pakken. En dat had hij niet gedaan. En hoe wist jij dat zo zeker? Omdat ik altijd in mijn spiegel kijk. Altijd. En ik zag op een gegeven moment die motorpolitie. En hij reed even achter mij. En hij dacht, hup, aan de kant. En toen zei hij... je krijgt het voordeel van de twijfel. Je rijbewijs krijg je terug. Ik corrigeer hem tot 49 kilometer, dus dan mag je hem nog net houden. Maar ik kreeg dus wel een dikke boete. Maar goed, ik mocht wel mijn rijbewijs houden. En ik denk nog steeds dat ik nooit zo hard heb gereden. Ja, maar ja, tegen de politie kan je niet ingaan. Dus nee, te hard rijden, dat is jouw grootste verkeer. Dat is wel, ja, maar ja. En niet zo'n klein beetje ook. We doen er nog één. Ik zeg niks. En dan zeg ik het nou weer op de rij. Oké. Hoe beschrijf je jezelf in 3 woorden? Vrolijk, ongeduldig en ambitieus, denk ik. Vrolijk, ongeduldig, ambitieus. Nou, ik ken je een beetje. Ik ga er wel in mee. Wel? Nog eentje. Ja. Nou, mooi. Wat vind je het leukst aan jezelf? Jee, dit is nou echt een vraag. Jee. Het leukste aan mezelf? Ja, dat ja, weet kom, ik niet. Ik kan er ook niks van maken. Wat vind je het leukst aan jezelf? Maar wat ik doe of hoe ik eruit zie... Dat mag je of... zelf interpreteren, weet ik veel. Wat vind je het leukst aan jezelf? Maak er wat van. Ik ben heel blij met mijn haar. Dat vind ik leuk voor me. Mooi bruine haar. Ja. Eén en laatste. Daar ben ik weer vanaf. Wat van wie was... Oh, deze vind ik wel leuk. Van wie was je laatste sms en wat stond erin? Moet ik even kijken. Waar ligt die? Ik heb hem hier bij me. Moet ik even kijken hoor. Mijn laatste sms. En wat stond meestal is het pingen en... Hey, Alice. En Alice is? Alice zei, ik sta voor de deur. Dat was vanochtend. En Alice is? Alice is mijn manager. Oh ja, en die heeft Alice het nog opgehaald. Ja. Nou, dan kon je toch mooi ik sta voor de deur. Laatste, Monique. Goed, Alice. Laatste vraag. Laatste pittige vraag voor Monique Smit. Met welk artiest zou je wel eens het bed willen delen? Het bed willen delen? Ja. Stel, je bent niet met Jeffrey. Of laat ik hem anders formuleren. Met welke artiest zou je nog wel eens een beschuitje willen eten? Mm. En denk groot, hè? Het hoeft niet alleen Nederland te zijn. Nee, ik denk altijd groot. Je dan ga ik voor... Usher, maar dat vertel ik er ook bij. Dan wil ik niet... Usher? Ja, maar dan... Ga ik het hebben over muziek, want ik wil wel graag een dat ja, soort nummer maken. Ja, 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 ja. Ja, nou, ik zou het even niet weten. Dus nou, doe dan maar, jou... wacht, doe dan maar David Beckham. David Beckham. Ja. Als het dan om een beschuitje gaat eten, dan ga ja, ik okay. David Beckham. We houden het op een beschuitje en anders als Usher naast je ligt, gaan we het lekker hebben over muziek. Ja, want ik wil met hem samenwerken. Zo is het. Monique, ik wil jou bedanken. Ontzettend veel succes met alles wat je nog gaat doen en ik zie je natuurlijk snel hem. Ja, dankjewel. Is goed. Monique Smit, bij Toffe Gasten.